We werken midden in de Randstad. Het verkeer raast langs ons heen. Bewoners links en rechts. En alles staat op en in elkaar. Project Xas is een verbreding van de A9. Onderdeel van het SAAP-project Schiphol Amsterdam Almere. Uiteindelijk moet ergens rond 2020 een heel stadspark liggen, waardoor de stadsdeel Zuidoost Amsterdam weer verbonden is met elkaar. Je moet je zo voorstellen, dit is Gaasperdam. Aan de andere kant van het werk zit de Bijlmer, Zuidoost. Nou, je zit hier op een meter of 70 van het werk af. Die mensen die kijken letterlijk op het werk. Het is een lange tunnel, hij is 3 kilometer lang. Hij bestaat uit 5 buizen, waarvan 4 buizen echt voor de hoofdrijbanen en voor de parallelrijbanen is. En het bijzondere van deze tunnel is dat er ook een wisseltunnelbuis in zit. Die is echt bedoeld om in de verschillende spitsen te kunnen switchen van Amsterdam naar Almere. Het bouwen bestaat uit een paar hoofdfases. Je begint met het heien van de funderingspalen. Aansluitend doen we grondwerk en maken we de tunnelvloeren. Daar weer aansluitend komt er een team die bouwt de tunnelwanden. Als dat klaar is, dan komen de dekken. Boven hangen de definitieve ventilatoren, die moeten ergens volgend jaar werken. Maar nu zijn we aan het asfalteren in deze tunnelbuis en gebruiken we tijdelijke ventilatoren. Om te kunnen asfalteren in de tunnel heb je te maken met luchtkwaliteit. Dus dat is een heel belangrijk aspect, hè? Veiligheid en welzijn van medewerkers. Het tweede aspect is de hele logistiek en het niet kunnen keepen met normale vrachtauto's. Dan werken we met zogenaamde duwauto's, dus dat zijn bakken die niet open gaan, maar waar het asfalt uitgeduwd wordt. En daarmee kun je dus nog steeds asfalteren in de tunnel. Het allerbelangrijkste is het aanleggen van alle systemen, als ventilatie, verlichting, camera's, noem maar op, om die tunnel dadelijk operationeel te kunnen krijgen. Ja, heel tof. Het is echt heel tof om buiten te lopen. Als je kijkt hier naar links en rechts, dan zie je gewoon dat we nu de tunnel ook mooi aan het maken zijn. Kannelurenwanden wanden ophangen tegen de ruwbouw aan. Ja, eigenlijk zie je de tunnel nu mooi worden. Ja, heel indrukwekkend natuurlijk. Het is toch indrukwekkend? Het is 3 kilometer lang. 3 kilometer lang, 5 buizen. Ja. Dit is de langste landtunnel van Nederland. Hey. Ja. Daar kan je toch trots op zijn? Daar zijn we zeker trots op, Wijnand. Ja.